Het is opvallend. Iedere ochtend voor de start is Lars Boom de meest gefotografeerde en aangeklampte Rabo-renner. Is dat zo, ja? Dat weet ik niet. Nou ja, het is alleen maar leuk, denk ik. En misschien een beetje door het crossverleden, denk ik. In Spanje is het cross toch redelijk populair, denk ik en vind ik. Dus misschien komt het daardoor. Nou, maar je geniet er wel van, volgens mij. Jawel, ik vind het niet erg. Als mensen daarmee plezier doen, dan is het prettig. En als je er tijd voor hebt, waarom niet? Dus nu hebben we er tijd voor. En dus nog maar een fotootje. Dan de rit van vandaag. Een monster. Zo zou je de slotklim naar Mirador de Ezaro kunnen noemen. Een maximale stijging van 30%. De mechaniekers van de Rabo-ploeg hebben daarom voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben bij de meeste jongens een achter een 28 gemonteerd. Dus het lichtste tandje een 28. En bij Bouke hebben we zelfs een 32 erop gezet. En bij Juanma hebben we voor ook nog een 36 binnenblad gemonteerd. En dat is nodig ook. Ik denk dat ik nog niet veel vaker zo'n steile laatste kilometer heb gereden. De aanloop in de etappe is nog relatief makkelijk en laat maar zeggen Spaans vlak. Maar aan de voet van de klim is het dringen. De Rabo's doen het goed. Robert Geesink wordt vierde. Vandaag lag het mij redelijk goed. Dus een klein stukje was 30% denk ik. Daar waar zeg maar de asfaltmachine niet meer kon komen en ze het alles met beton hard gemaakt hadden, was het het stijlst. Het was ongeveer een kilometer voor de top. En vanaf daar begon ik eigenlijk een beetje op te schuiven. Meestal aan het begin van de klim moet ik even in mijn ritme komen, maar het einde ging eigenlijk hartstikke goed, dus ik ben wel tevreden over. Na de zware tijdrit van de dag ervoor had Geesink niet direct gedacht zulke goede benen te hebben. Het einde voelde het eigenlijk wel beter en beter. Erg blij met goede steun van de ploeg. Het is eigenlijk een massasprint die je rijdt naar de voet van zo'n klim toe. Over redelijk bochtige wegen. Met natuurlijk het halve peloton wat eigenlijk echt geïnteresseerd is in vervoer zit aan die klim. Dat was alleen niet gelukt. Je hebt hier wel een ploeg voor nodig. Dat deed ze heel erg goed. De mannen zaten allemaal goed van voren. Dat is de basis van een goede uitslag, denk ik. Daar ben ik wel blij mee. Je hebt het een aantal keren gehad over de grote vier die voor jou staan in het klassement. Die te sterk zouden zijn, maar vandaag pak je Froome even, hè? Ja, die verliest vandaag iets. Ik voel me op het moment goed. Ik zit denk ik lekker in het rondje. Ik hoop dat de komende dagen zo een beetje door blijft gaan.